20 jaar cel, die straf kreeg Wim S. uit Kaatsheuvel vandaag. In hoger beroep. 2 jaar meer dan de rechter eerder oplegde. Het Hof zegt dat bewezen is dat S. zijn toenmalige vriendin Heidi Goedhart heeft vermoord. Dit is half december 2010. Politieonderzoek bij het huis van het stel. Een paar uur hiervoor werd Heidi omgebracht in de achtertuin. Wim S. wachtte Heidi op na een feestje. Hij sloeg haar met een steen op haar hoofd en wurgde haar. Wim S. werd vrij snel opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Er was te weinig bewijs. Een paar jaar later vertelde S. aan een undercoveragent dat hij zijn vriendin wel degelijk had vermoord. Verslaggever Tessel Linders. Tessel, een hoge straf dus nu in hoger beroep. 2 jaar meer dan de rechter oplegde. Vertel, hoe zit dat? Gruwelijk en lafhartig. Dat was de terminologie die de rechter gebruikte. Dat heeft alles te maken met die verklaring die hij heeft afgelegd aan die undercoveragent, wat jij vertelde. Namelijk, hij wilde met zijn nieuwe vriendin, de dame met wie hij die belazerde, graag een nieuw leven starten. En hij vond het eigenlijk heel ingewikkeld om bij Heidi weg te gaan. Hij zei, dat levert alleen maar gedoe op. En als je dan de keuze maakt om met een baksteen iemand bewusteloos te slaan, te wurgen en letterlijk voor dood achter te laten, dan is de 18 jaar die het Openbaar Ministerie had geëist, volgens de rechter onvoldoende. Zuur natuurlijk, omdat hij zelf in hoger beroep is gegaan en nu dus 2 jaar langer krijgt dan in eerste instantie opgelegd. Nu is Heidi vermoord. Haar toenmalige vriend zit vast. Ze hadden ook kinderen samen. Hoe is het met hen? Ja, kindjes nog heel klein toen dit gebeurde. Die zijn dus hun moeder kwijt. Het besef dat het hun vader is die dat gedaan heeft en ook nu heel lang achter tralies verdwijnt. Extra pijnlijk ook voor die kinderen is dat Wim S. wel degelijk met die vrouw een nieuw leven is gestart. De dame met wie hij die belazen, daar heeft hij ook een kind mee. Ja. En de rechter heeft in elk geval gezegd, een schadevergoeding is op zijn plaats. Dat is een fixe schadevergoeding. €264.000 moet hij betalen aan zijn kinderen. Maar ja, wat heb je aan geld als je moeder er niet meer is? Ja, een boel verliezers in dit verhaal. Zeker. Dankjewel, Tess.